Als corona ons iets geleerd heeft, dan is het wel hoe kwetsbaar we zijn. Vele duizenden hebben gevochten om in leven te blijven. En sommigen doen dat vandaag nog steeds. Ze worden daarbij geholpen door dokters en verpleegkundigen die in helse omstandigheden hun levensreddende werk hebben gedaan. Meer dan 6000 mensen hebben het leven gelaten volgens de officiële statistieken. Maar we weten dat het er veel meer moeten zijn. Al die slachtoffers door dat ellendige virus. En we zeiden vanaf het begin, iedereen kan erdoor getroffen worden. En misschien was het daarom ook wel dat we allemaal spraken over het belang van solidariteit. Als belangrijkste waarde om uit deze crisis te komen. Hoe verschrikkelijk het virus ook was, het gaf ook een idee van lotsverbondenheid. We deelden een gevoel van kwetsbaarheid. We zijn niet alleen als mensen kwetsbaar, maar ook als samenleving. We weten dat we elkaar ongenadig, onmenselijk en onvoorstelbare schade kunnen toebrengen. Oorlog en geweld zijn de wereld niet uit. We doen het onszelf aan. Zoals we dat ook doen als we elkaar in de steek laten. Op Lesbos, Kamp Moria, Kamp Hel. Kinderen overgelaten aan hun lot. 10, 100, 500. Hoeveel mensen we ook opnemen van de 13.000 vluchtelingen uit een onmenselijke hel. Het is en blijft gegoochel met kleine getallen. Maar ook hier gaat het om het idee van lotsverbondenheid. Het besef dat we ooit op een dag allemaal vluchteling kunnen zijn. En in nood verkeren. Dat je daar zelf ligt, langs de vangrail, met je eigen kinderen. En dat vergeten we te vaak. En mijn boosheid zit precies daar. Want de eerste vraag na zo'n drama is: hoe kunnen we helpen? Maar de vraag bij de coalitie leek wel te zijn: hoe kunnen we een politiek probleem oplossen? Nou zo dus, met politieke handjeklap. We mogen alleen meer mensen uit Moria komen als we minder kwetsbare mensen daarvoor terugnemen. En alleen als we tegelijkertijd de asielprocedure strenger weten te maken, want dat was een lang gekoesterde wens van de VVD. Dat cynisme is wat deze uitruil onverteerbaar maakt. Bij al die kwetsbaarheid van de kinderen van Moria is de waarde van solidariteit verloren gegaan. Voordat ik de heer Wilders het woord geef, ik mis de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De heer Koolmees gaat ze zoeken. Ja, voorzitter, dan zit er niks anders op dan dat ik opnieuw begin. Goed. De heer Wilders. Kijk of hij ze meeneemt. Nee, de heer Wilders. Voorzitter, wat collega Klaver er vergeet bij te vertellen is, hij zegt we vergeten medemenselijkheid en ga zo maar door, maar wat hij vergeet is hoe die brand daar is ontstaan. En die brand in dat opvangcentrum is ontstaan omdat de mensen die daar zaten, de migranten, hoe je ze ook wil noemen, asielzoekers, dat die de boel in de fik hebben gestoken. En nogmaals, u heeft uw mening, ik heb mijn mening, maar mijn eerste vraag, waarom vertelt u dat er niet bij? Voor mijn part komt u 10 keer tot dezelfde conclusie, maar waarom vertelt u dat verhaal er niet bij? De heer Klaver. Voorzitter, het is inderdaad het meest aannemelijk dat de bewoners van die kampen het zelf hebben aangestoken. Dan hebben we het over een kleine groep. En inderdaad, mijn conclusie zou niet anders worden. Ik vind het verschrikkelijk dat ze dat hebben gedaan. Deze individuen mag je daar niet voor belonen. Maar het feit blijft dat daar kinderen langs de vangrail liggen. En dat ik vind dat we die moeten opvangen. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, hiermee maakt u het alleen maar erger. U maakt het alleen maar erger. Want we hebben gisteren gezien dat in één keer op een heel ander eiland er opnieuw in de fik is gestoken. En deze keer niet het opvangcentrum, maar het vlakbij dat opvangcentrum gelegen, wat was het, een soort van selectiebureau waar mensen binnenkwamen en moesten gekeken worden of ze recht hadden op een plekje in dat asielzoekerscentrum, in dat opvangcentrum. En dat is nu dus gebeurd. Gisteren is er opnieuw een ander
opvangcentrum, nabijgelegen locatie, in de fik gestoken. En vanmorgen las ik in de krant dat Griekse politici nu zeggen, al onze eilanden gaan dadelijk in de fik. Griekse politici zeggen, als wij dat belonen door mensen dan wel naar het vasteland van Griekenland te halen. Want dat is natuurlijk nu wat er in Griekenland speelt. Laat staan dat wij het naar Nederland, Duitsland, andere landen brengen. Dan gaan dadelijk al die eilanden in de fik. Want je geeft het signaal aan de mensen, dat zet je in ieder geval je opvangcentrum in de fik. Dan word je beloond. Ben jij het niet, dan wel je familie of een ander. Dan wordt het beloond met het naar Griekenland halen of naar Europa halen. Dat wil die toch, u wilt daar toch niet mede verantwoordelijk voor zijn? De heer Klaver. Voorzitter, ik ben er geweest. Ik ben in Athene geweest, ik ben op Lesbos geweest, ik heb dat kamp gezien. En als je het hebt over een opvangkamp, dan zou je kunnen denken aan heel gestructureerd, allemaal tentjes bij elkaar en goede voorzieningen. Kamp Moria is in feite een relatief klein kamp, met daarnaast nog van een Nederlandse NGO ook nog een klein kampje. Voor de rest zijn het tentjes op een berg, die wegstromen als het heel hard regent, waar het vol ligt met rotzooi. Waar mensen ziek worden, zeker kinderen. Waar mensen gebruik maken van stroomvoorziening door iedere keer maar kabeltjes te blijven trekken. Het is levensgevaarlijk dat het nog niet eerder in de fik is gegaan. Het is een godswonder. Dus het probleem wat er nu is gekomen door deze brand, eigenlijk stond de boel daar al in de fik, op al die eilanden. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Het gaat de spankracht van die eilanden ver en ver te boven. Die eilandbewoners doen hun best om er het beste van te maken voor de mensen die ze opvangen. Maar het was te veel. En nu is het zeker te veel. Dus de situatie was al verschrikkelijk. Als ik daaraan terugdenk en hoe dat eruit zag. En dan nu te bedenken dat er helemaal geen tentjes meer zijn. Geen dak boven je hoofd hebt. De situatie is alleen maar verslechterd. Dus ik vond al dat we daar moesten zorgen dat de druk van die eilanden ging. En dat vind ik nu al helemaal. Maar door wie komt het in hemelsnaam dat die tentjes er niet meer zijn? Dat komt omdat de migranten zelf de boel in de fik hebben gestoken. U misbruikt echt, want u staat hier in de kamer zonder dat u het erbij noemt, zegt u, die beelden van die kinderen die op straat liggen. Ja, natuurlijk vindt ieder weldenkend mens een kind wat op straat ligt erg. Maar u misbruikt dat sentiment zonder erbij te zeggen wie die ervoor heeft gezorgd dat die kinderen daar liggen. Voorzitter. Dat is niet, ik was nog niet klaar. Dat is niet de Griekse overheid die ervoor heeft gezorgd dat die kinderen op straat lagen. Dat is niet een of andere politicus uit Nederland of ik wat dan ook. Dat zijn de mensen zelf. De mensen zelf hebben het kamp in de fik gestoken. En nu, gisteren, opnieuw. En wie zijn er gearresteerd? Er zijn 5 mensen gearresteerd. Allemaal migranten. Staat allemaal in de krant. U kunt het allemaal lezen. Waarschijnlijk heeft u het ook gelezen, maar wilde u het gewoon niet noemen. Dat zijn mensen uit Afrika, mensen uit Syrië en in Afghanistan. Afrika en Syrië. Die mensen zijn nu opgepakt omdat ze ook dat kamp gisteren op dat andere eiland, Samos was het geloof ik, in de fik hebben gezet. Dat hebben zij zelf gedaan. En voordat u hier tranen laat, zeg dat er ook bij. Misbruik het sentiment niet om kinderen naar Nederland te halen. Want ik zeg u, en ik heb het vorige week voorspeld in een interruptie met de collega van de Partij voor de Dieren. Ik zei vorige week, en hij werd toen heel boos op mij, als we dit niet toestaan. Als we nu kinderen naar Nederland halen, dan zal het gevolg zijn dat de andere asielzoekerscentra in de fik gaan. En dat is gebeurd. Er is gisteren weer in de fik gegaan. En hoe meer tranen u er laat, en nogmaals, niemand vindt die beelden leuk, maar ze hebben er zelf voor gezorgd. De heer Klaver. Voorzitter, die kinderen hebben helemaal nergens voor gezorgd. Ja, er zijn mensen geweest die hebben de boel in de fik gestoken, die moeten bestraft worden en zeker niet beloond. Maar om dan te zeggen tegen al die duizenden mensen die daar zitten, zoek het maar uit, want er waren een paar mensen verkeerd. Dat is misschien uw manier van politiek bedrijven, uw mensbeeld. Dat als één iemand iets verkeerd doet, dat u dan een hele groep maar zegt, dan zoekt u het maar uit. Ik geloof daar niet in. En daarbij komt, nu slaapt iedereen buiten, maar de mensen sliepen daar al buiten. En ik vind dat we die mensen moeten opvangen, dat vond ik, dat vind ik nu en dat zal ik blijven vinden. U maakt misbruik van het sentiment. Onzin. En u bent niet eerlijk. U bent een niet eerlijke politicus doordat er niet bij te vertellen dat ze het zelf hebben gedaan. Wel beelden over baby's en kinderen die op straat liggen, die iedereen natuurlijk verschrikkelijk vindt, maar er niet bij vertellen dat ze het zelf in de fik hebben gestoken. En ik zeg u, en datzelfde was met die bootjes. Weet u nog, die bootjes die uit Afrika kwamen en die naar Europa kwamen. Op een gegeven moment zeiden mensen, je moet die bootjes niet toelaten. Waarom? Niet omdat je die mensen wil laten verdrinken, maar omdat
dat op het moment dat je ze in Cyprus of in Creta of waar dan ook, Lampedusa, als je ze toelaat, dan zullen meer mensen zullen met bootjes komen. Dus die boothandelaren in die tijd, die hebben winst en de mensen verzuipen er alleen maar meer door. Want meer mensen gaan op die boot onverantwoord, omdat ze weten, als wij het platteland bereiken of het vasteland bereiken in Europa, dan mogen we blijven. Dus iedereen pakt een boot. En datzelfde is nu het geval. Dus ze steken zelf het in de fik, Afghanen, Syriërs, Afrikanen. En wat zegt de heer Jette? Oh, wat een erge beelden, laat ze maar hier naartoe komen. Het gevolg van politici als u is dat nu al die eilanden en overal die centra in de fik gaan. En daar moet u toch geen verantwoordelijkheid voor willen dragen? Ja, voorzitter. Sommige dingen blijven gelijk. De heer Wilders steekt tirades af. Ik zal rustig antwoorden. Ik heb aangegeven dat het hoogstwaarschijnlijk is aangestoken inderdaad door vluchtelingen die daar zaten en migranten. Dat is waar. U zegt het gaat over 5 mensen, 13.000 mensen die op Lesbos zitten. En ik spreek u aan, inderdaad ook op uw menselijkheid. Want u kunt hier wel zeggen, ja, we vinden het allemaal verschrikkelijk om mensen langs de kant te zien liggen. Ik weet nog heel goed hoe ik door dat kamp liep. En dat ik daar dat Syrische gezin zag liggen voor wie geen plaats was. In de buitenlucht, met een babytje van een maand of 2 oud. Daar kan je naar kijken, zo, dat vind ik super erg. Of je kan er iets aan doen. Of je kan er iets aan doen en zeggen we vangen deze mensen op. Die keuze maakt u niet, dat is prima. En iedereen mag hier mij ieder moment van de dag niet eerlijk noemen of een slechte politicus of doe maar. Maar van nu, het doet me niet zoveel, meneer Wilders. Gaat u verder. Dank u. Corona kan ons allemaal raken. Het virus discrimineert niet, dat heb ik in het begin van de crisis wel gezegd. Maar het is niet waar. Corona treft de meest kwetsbaren het hardst. Gezondheid is ongelijk verdeeld. Mensen met lage inkomens en lagere opleiding hebben een slechtere gezondheid en lopen daarmee dus meer risico. En vooral ouderen worden veel zwaarder getroffen dan jonge mensen. En dat is precies waarom we solidariteit vragen. Waarom we tegen jongeren blijven zeggen, en ik doe het ook nu weer alsjeblieft, hou je aan de regels. Misschien ben jij als individu wel minder kwetsbaar, maar wij als samenleving niet. En zeker oude mensen niet. En dan is het zeer zorgwekkend dat het aantal positief geteste mensen nu terug is op begin juni. En vandaag eigenlijk dat we nog hoger zitten. We hebben het virus nog niet overwonnen. En des te zorgelijker is het dat we iedere dag nog steeds signalen krijgen dat het testbeleid niet op orde is. Ik krijg graag een reactie op dit punt van de premier. Onze kwetsbaarheid gaat niet alleen over gezondheid, maar ook over onze samenleving. En die treft juist onze jongeren. Maar zijn wij wel solidair met hen? Kijk naar het onderwijs. Daar wordt de kansenongelijkheid versterkt. Hoe hard scholen ook werken, ze hebben minder zicht op kwetsbare leerlingen. Leerlingen die geen ouders hebben die thuis kunnen bijspijkeren, helpen met wiskunde of met rekenen. Kinderen die geen fancy laptops hebben of iPads. Die minder gestimuleerd worden om thuis net zo hard te werken als op school. Welke maatregelen neemt het kabinet om die toename in ongelijkheid tegen te gaan? Of kijk naar de arbeidsmarkt. Daar wordt de tweedeling, die er toch al was, nog veel scherper. Flexwerkers met een oproep- of uitzendcontract zijn hun baan kwijtgeraakt. Hun inkomen gaat er drastisch op achteruit. Voor hen geen koopkrachtplaatje met een klein plusje, maar een steile glijbaan naar schulden en onzekerheid. En juist daarom hebben we een crisisinkomen voorgesteld. Voor flexwerkers en ZZP'ers. Voor al die mensen die werken in de culturele sector en voor wie er voorlopig geen verbetering in zit. Want het zijn vaak juist jongeren die met flexcontracten geraakt worden. En de schok van de crisis wordt, net als de vorige keer, op hen afgewenteld. Geen baan, geen inkomen, vaak geen woning, geen stageplekken, geen reddingsplan. Zij vallen buiten de boot. En in het jaar van Black Lives Matter constateert het Centraal Planbureau dat in deze crisis discriminatie op de arbeidsmarkt verder toeneemt. Dat je achternaam of huidskleur wel degelijk uitmaakt als je werk zoekt. Welke conclusie trekt het kabinet hieruit? Dat jongeren zich maar moeten invechten? Of gaan we nu eindelijk concreet beleid maken om institutioneel racisme aan te pakken? Voorzitter, als wij solidariteit vragen van onze jongeren om corona te bevechten,
omdat we weten hoe kwetsbaar onze ouderen zijn, welke solidariteit tonen wij dan met die jonge generatie? Voor wie de toekomst onzeker is geworden. Welk steunpakket is er voor hen? Zo vraag ik het kabinet. Voorzitter, deskundigen kenden het risico van pandemieën. Maar we hebben die als samenleving genegeerd. We waren gewaarschuwd voor de zwarte zwanen, zeg ik tegen de minister van Financiën. Maar we hebben ons er niet op voorbereid. Omdat we kortzichtig zijn. Omdat we economische groei op de korte termijn eigenlijk altijd belangrijker vinden dan de maatschappelijke gevolgen op de lange termijn. Omdat de God van het geld in deze Kamer heilig is. En nu zien we hoe kwetsbaar we zijn. En nu moeten we aan symptoompolitiek doen om de sociale en economische gevolgen van corona te bestrijden. Mensen zeggen wel eens tegen me, die Mark Rutte, die doet het zo slecht nog niet. Ik probeer wat tegen te sputteren, maar eigenlijk is het een heel mooi compliment. Zeker als je al 10 jaar premier bent. Maar het is ook een typisch Nederlands compliment. Het is een beetje zuinig. En af en toe is die uitdrukking ook echt veel te zuinig. De aanslag op MH17 is een gebeurtenis die ons land zo schokte, zo onvoorstelbaar was, met zoveel leed, dat er een premier nodig was die er voor ons allemaal was. Een premier voor alle Nederlanders. En als allereerste voor de slachtoffers en de nabestaanden. En op dat moment was hij die premier. En hij was niet alleen de premier van rouw en medeleven. Hij is nog steeds de premier die onvermoeibaar zal blijven vechten voor het opsporen en berechten van de daders. Hoe ingewikkeld dat in de internationale context ook is. Een premier van rechtvaardigheid. Maar er is ook een andere premier. Mark de manager. De crisismanager. Een premier als, om het wat stichtelijk te zeggen, apostel van de God van het geld. Als teken van de tijd. Van het economisme. Zijn premierschap begon 10 jaar geleden, midden in de financiële crisis. En het crisismanagement van zijn eerste kabinetten leidde tot grote bezuinigingen en lastenverzwaringen. Tot diepe ongelijkheid en maatschappelijke tegenstellingen. En achteraf moeten we constateren dat het verkeerde medicijn was. Want de hoge huren en het tekort aan woningen zijn geen vanzelfsprekende natuurwet. Ze zijn het resultaat van de ideologie van het economisme. Marktwerking werd het genoemd. Want dat zou de woningbouw stimuleren. Sinds 2010 zijn de huren veel harder gestegen dan het inkomen van mensen. En er is een groot tekort aan woningen. Moeten jongeren wanhopig bij hun ouders blijven wonen? De dakloosheid is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Collega Heerma sprak er eerder al over. We moeten terug naar de volkshuisvesting. Maar doen we dat nu ook? Durven we te kiezen om de marktwerking uit de volkshuisvesting te slopen, zodat de huren omlaag gaan? Of blijft het bij symptoompolitiek met een kleine aanpassing van de verhuurdersheffing? En ook het lerarentekort en de tekorten in de zorg zijn er niet vanzelf gekomen. Leraren, politieagenten, eigenlijk iedereen in de publieke sector, ze werden jaren op de nullijn gezet. Want banen in de publieke sector zijn geen echte banen. Echte banen die zijn er alleen in de markt. En echte banen krijg je alleen met lastenverlichting voor bedrijven. Hoe vaak hebben we dat niet moeten horen? Al die mensen in de publieke sector, dat is deze crisis wel duidelijk geworden, vervullen essentiële beroepen. Ze zijn onmisbaar. Niet de managers in de publieke sector met stopwatch en formulieren de werkdruk verhogen. De controle- en afrekencultuur op targets en productie. De ideologie afkomstig uit het bedrijfsleven. Het rendementsdenken. Het wantrouwen en de onderwaardering van de mensen die het echte werk doen. Al vele jaren spreken we hierover, maar nu moeten we dat doorbreken. Want het is dit wereldbeeld. Het zijn deze keuzes die uiteindelijk desastreus uitpakken voor onze samenleving. Dit virus van het economisme heeft Nederland maatschappelijk ziek gemaakt. En met symptoompolitiek proberen we nu lerarentekort aan te pakken, tekort in de zorg of de wooncrisis.
En zo gaan we van crisis naar crisis. Altijd reactief, nooit proactief. Voortdurend te laat, nooit op tijd. Er zit een structurele kortzichtigheid in de politiek van de afgelopen 10 jaar. Want ook de stikstofcrisis hadden we kunnen zien aankomen. Het was namelijk de erfenis van staatssecretaris Bleker. We wisten dat het onhoudbare houtje-touwtje-wetgeving was. Sinds Bleker hebben we minder natuur en meer geiten in Nederland. Meer vliegtuigen, meer auto's. En nooit is er de principiële keuze gemaakt in de jaren voor echte duurzame landbouw. Nooit zijn de oorzaken aangepakt. Steeds is de symptoompolitiek gevoerd. Omdat het lef ontbrak om tegen boeren te zeggen, het moet anders. De bio-industrie is onhoudbaar. En heb nu het lef om tegen boeren te zeggen, de veestapel moet inkrimpen. Het liefst vrijwillig, maar als dat niet lukt, dan moet het verplicht. Voorzitter, in de klimaatwet die ik een aantal jaren geleden ben begonnen met Diederik Samson, die we gelukkig met een hele brede meerderheid hier in de Kamer hebben aangenomen, citeerden we de voormalig gouverneur van de Britse Centrale Bank, Mark Carney. Hij spreekt over de tragedie van de horizon. We kijken niet ver genoeg vooruit. Het snelle politieke gewin is altijd belangrijker dan het voorkomen van een crisis op de wat langere termijn. En alleen als we deze systematische kortzichtigheid kunnen doorbreken, kunnen we keuzes maken die ons economisch en maatschappelijk systeem echt duurzaam maken. We hebben nog 10 jaar ongeveer om klimaatverandering te stoppen. En in dit debat ging het heel vaak over de toekomst, het debat over klimaatverandering, over toekomstige generaties. Maar die zijn er nu niet. Wij zijn de klimaatgeneratie. Wij moeten er alles aan doen om klimaatverandering te stoppen. En daarom heb ik vanochtend met Rob Jette ook het initiatief genomen om de klimaatwet verder aan te passen. We moeten de ambitie verhogen, de doelstellingen verhogen. En dat is niet omdat we die doelstellingen nou zo leuk vinden, maar omdat we weten wat de opgave is om de aarde niet te ver te laten opwarmen, in ieder geval voor een punt te stoppen, dat het onomkeerbaar is. En daarvoor weten we dat we doelstellingen moeten halen al in 2030. En soms wordt er in de Kamer wel eens gedaan alsof dat hobbyisme is of leuk, of dat we toch nog even moeten kijken hoe we dat doen met die doelstellingen. Het is harde noodzaak. En ja, dat betekent, omdat we er te laat mee zijn begonnen, dat we nu moeten terugrekenen van wat is er nodig en hoe gaan we daar komen. We hebben klimaatleiderschap nodig voor de komende jaren. En dat leiderschap zie ik niet in deze begroting. Niet als het gaat over klimaat, niet als het gaat over woningen en hoge huren, niet als het gaat over het verhogen van de zorgsalarissen. Ik zie het ook niet in de plannen voor de komende jaren en niet in het vlaggenschip van dit kabinet, het Wopke Wiebesfonds. Waarom is dit fonds gericht op ouderwetse economische groei en niet op klimaat, groene innovatie, op de economie van de toekomst, op brede welvaart? We hebben geen ouderwets groeifonds nodig, we hebben een klimaatfonds nodig. En waarom is de CO2-heffing afgezwakt? 2021, 2022. 23, 24 en verder. 0, 0, 0, 0. Er komt een belasting, maar bedrijven gaan er niet voor betalen. Het hele idee van de CO2-belasting was dat we de vervuiler zouden laten betalen. Dat we dat geld zouden gebruiken om te steken in innovatie. In het vooruithelpen van onze samenleving. Er is gerekend met het planbureau om te kijken of we die 14 megaton zouden halen. En tegelijkertijd wordt er gezegd dat de kans meer dan 60% is dat de doelstelling niet wordt gehaald. Voorzitter, ik vind dat een onverantwoord risico wat we nemen met ons klimaat. De heer Dijkhoff. Voorzitter, het hele idee van de CO2-heffing was toch dat het een dreigement was. Dat je moet gaan lappen als je je geld niet hebt geïnvesteerd in vergroening. Dus als je daar nu een hele hoge opbrengst in zet, dan doe je een maatregel van je eigenlijk bijvoorbeeld als overheid zegt, nou ja, dat gaat er niet worden. Het idee is, het kan best een opbrengst opleveren als een bedrijf niet verduurzaamt en dus moet betalen. Maar het idee was toch juist dat we gingen zeggen, we maken de heffing zo dat het voor jou goedkoper is om te vergroenen en de heffing te ontlopen dan de heffing te betalen. Als dat een succes wordt, dan heb je nul opbrengst. Ja, voorzitter. De heer Klaver.
Er zijn twee problemen met de vormgeving van de CO2-belasting nu. Allereerst worden de dispensatierechten gegeven. Dat betekent dat je tot 2024 gewoon eigenlijk nog je gang kan gaan zonder dat je betaalt. Dat is een enorme overgangsfase. En daarna wordt er inderdaad van uitgegaan dat bedrijven enorm gaan innoveren. Mijn probleem is dat we weten, eigenlijk uit allerlei internationale vergelijkingen, en voor mijn partij is dit niet nieuw, hè? Wij proberen dit al sinds 1990 hier in deze Kamer een CO2-belasting voor elkaar te krijgen. We weten dat zo'n margeheffing, om even in de techniek te spreken zoals die er nu ligt, dat die eventueel zou kunnen werken, maar dat de zekerheid daarvan klein is. En dat het beste werkt als je het combineert met een vlakke heffing. Die hoeft dan niet heel erg hoog te zijn, maar die moet je er wel in leggen. Iets van een bodem. Omdat dat de beste garantie is dat je die 14 megaton die we moeten halen, dat je dat haalt. En dat is wat wij voorstellen. Dat zie ik hier niet terug in de plannen. En daarmee is het risico gewoon veel te groot dat we het niet gaan halen. De heer Dijkhoff. Voorzitter, maar dan is die... Dat kan hoor, politiek, maar dan is het meer gewoon u stoot uit, dus u moet lappen. In plaats van een middel om de uitstoot te reduceren. Want dan wil u een opbrengst. Het is een beetje hetzelfde dat we iedere keer zeggen, we gaan de accijns op tabak verhogen en dan gaan mensen minder roken, maar we boeken wel gewoon in dat iedereen het blijft doen, wat dan vaak ook gebeurt. Dus of je wil een stok achter de deur om te dwingen dat bedrijven hun geld steken in innovatie en verduurzaming, of je zegt het is gewoon een heffing, ik wil er gewoon geld mee halen en dan doe ik er iets anders mee en dan misschien dat die bedrijven dan vanzelf weggaan omdat het hier te duur is, dan gaan ze ergens anders uitstoten en dat helpt in een wereldwijde klimaataanpak ook niet. Nee. Kijk voorzitter, Wat je wil, is dat je, de uitstoot weet te beperken. En ja, dat betekent dat bedrijven zullen moeten gaan betalen en dat er een opbrengst op zit. Als het goed is, wordt de opbrengst in de loop van de tijd minder, want het heeft effect. Maar om gelijk vanaf het eerste moment te zeggen en hem zo geleidelijk in te richten, dat er, kijk, in mijn wereld zou ik zeggen, in 2050 moeten we de CO2 sowieso hebben teruggedrongen. Dus er zal er echt helemaal geen opbrengst meer zijn. Dus vanaf 2035, 2040 kom je dan in een groot probleem terecht. Voor nu hebben we dat geld juist nodig om bedrijven te helpen met die omschakeling. Maar nu geef je iedereen dispensatierechten terwijl wij het omdraaien. Haal eerst het geld op als overheid en kijk dan, als, ik hoorde net iets moois, als sterke overheid, welke sectoren gaan we helpen en gaan we bevorderen dat ze die omschakeling naar een duurzame economie kunnen maken. En nu maak je dat afhankelijk van een benchmark waarvan ik bang ben dat er ook mee gesjoemeld kan worden door deze bedrijven. En is de kans op succes in het terugdringen van CO2-uitstoot uiteindelijk het kleinst. En dat is niet voor niks dat het PBL zegt, de kans dat we dit niet gaan halen, de doelstelling, is vrij aanzienlijk. En als u en ik weten dat wij de laatste generatie zijn die er iets aan kunnen doen, ja, dan zou ik toch kiezen voor een variant met een hogere zekerheidsmarge. De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, in de algemene zin is het altijd makkelijker als je zegt u moet geld aan iets uitgeven, dat je niet dan eerst het ook nog op komt halen, want dan moet je twee keer uitgeven. En ik denk dat wat het effectiefst is, is als je dit breder doet, liefst wereldwijd. Zeker. Maar op zijn minst Europees, want anders veroorzaak je misschien dat een bedrijf zijn banen hier schrapt en ergens anders verder gaat op dezelfde ouderwetse manier. En dan heb je en geen belastinginkomsten en minder werkgelegenheid en nog net zoveel CO2-uitstoot. Dus volgens mij moet je die bedrijven ertoe dwingen en verleiden met een stok achter de deur van een heffing, dat ze hun geld wat ze hebben niet steken in een heffing, maar in een vergroening. En de heer Klaver, ik ben het helemaal met hem eens als we 2050 liefst CO2-vrij zijn en zeker aan de opwekking van energie. Maar dan zou ik de korte vraag, gaan we dan nu eindelijk af van die achterhaalde taboes, gaan we dat dan ook eerlijk zeggen tegen onze achterbannen en gaan we ook gewoon kernenergie in de mix opnemen? Ja. Of kunt u me nu eindelijk eens uitleggen, en dan niet alleen zon en wind, want dat past gewoon niet, hoe u het dan wel doet met technologie waarvan je niet het PBL moet zeggen dat het maar 60% kans is dat die misschien ooit nog uitgevonden wordt voor die tijd, maar die er gewoon is. Ja. Ja. De heer Klaver. Kijk voorzitter, in Nederland hebben we al sinds 12... Ik vind dit altijd een beetje een discussie die afleidt. En er wordt gedaan alsof er een taboe ligt op kernenergie. Sinds 12 jaar zijn er 3 locaties in Nederland aangewezen waar een kerncentrale gebouwd mag worden. Er staat nog net geen bordje te koop, zeg maar, op die stukken grond. En er is nog net geen brochure gemaakt van kom hier een kerncentrale aanleggen. Maar we hebben 3 gebieden. Rondom Borselen, de Maasvlakte en de Eemshaven. Daar kan al 12 jaar lang kan daar een kerncentrale gebouwd worden. Nul interesse. Nul. Ik snap het wel. De afgelopen 10 jaar is er in heel Europa geen kerncentrale opgeleverd. De kerncentrales die worden gebouwd, bijvoorbeeld in de UK, in Hinkley, die wordt mede gefinancierd door de Chinezen. De kosten reizen de pan uit. Als we kijken naar de kostenontwikkeling van duurzame energie of van kernenergie, dan zie je dat de kosten van duurzame energie de afgelopen jaren alleen maar lager zijn geworden. Van kernenergie stijgen ze alleen maar door. Met andere woorden, u doet alsof er een taboe ligt. Dat is er niet. Voor mij is het niet de oplossing, kernenergie.
En als er een bedrijf is dat hier een kerncentrale wil beginnen, nou, ik zou zeggen, schrijf je in. Ik denk dat er niemand komt. De heer Dijkhoff. Voorzitter, dat laatste klopt, omdat we allerlei regels hebben gemaakt die het bij voorbaat zo onaantrekkelijk maken eraan te beginnen dat er geen bedrijf instapt. Dat je ook ziet dat de overheid niet altijd betrouwbaar zijn in het je vasthouden aan de regels die je vooraf stelt, maar tijdens de bouw allerlei regels bijleggen. Dus ik ben blij met de heer Klaver dat hij er ook iets aan wil doen, dat het niet alleen een theoretische optie wordt. En dan zie ik hem graag morgen bij de motie hoe enthousiast hij daarover heeft. Maar belangrijker eigenlijk nog, behalve een heel verhaal over dat geen bedrijf het nu wil, omdat de condities die we nu hebben zo onaantrekkelijk zijn dat ik het ook niet zou willen. En dat er ook nog nooit een windmolen was geweest als we daar niet gesteund hadden en geld aan uit hadden gegeven van begin af aan. Dat je dat met kernenergie ook moet doen. Hoor ik hem de vraag vakkundig ontwijken wat dan het alternatief is, behalve weer wijzen op wind en zon. Wat echt wel zou kunnen als we enorme batterijen hadden die niet bestaan. En nou, 10 keer zoveel hectare land in Nederland. Dus als hij een hele keer heeft over 2050 en sneller en harder en die moeten harder lopen en de bedrijven moeten meer doen, dan moet hij ook aan zijn achterban uitleggen hoe hij dan in 2050 het echt wil halen, die energieopwekking. Ik zal het laatste punt zo dadelijk ook in gaan, maar eerst nog heel even over kernenergie. Het is niet dat ik zeg, daar moeten we nu allerlei drempels voor wegnemen, helemaal niet. Ik geloof niet dat dat oplost. Ik zal zo zeggen wat ik wel denk dat het zou moeten zijn. Maar het is niet dat er geen geld vanuit de overheid is gegaan de afgelopen jaren. Kijk naar Frankrijk. Ook daar zie je nu geen nieuwe ontwikkelingen om nieuwe kerncentrales te bouwen. Dat is met een reden. Dat is omdat de business case, dat ik dit tegen de VVD moet zeggen, een business case voor een kerncentrale rekent niet rond. Dat deed het zeg maar 10 jaar geleden niet, 5 jaar geleden niet en nu nog steeds niet. En ik ben inderdaad niet voornemens om in deze vorm van energie om daar dan subsidie tegenover te gaan zetten. Lijkt mij een slecht idee. Dit heeft een enorme kans gehad. Als u zegt, moeten we blijven investeren in technologisch onderzoek? Ja, daar ben ik heel erg voor. Dat vind ik echt heel erg uitstekend, want bijvoorbeeld over thorium wordt dan gesproken. Nou, dat wordt al 40 jaar over gesproken. Als daar een doorbraak op zou komen, zou ik het fantastisch vinden. Dus het financieren van onderzoek, ja, daar zijn we heel erg voor. Maar gewoon heel concreet, de business case voor een kerncentrale, die is er niet. Punt. Dan over hoe ik de energievoorziening voor me zie. Ik ben blij dat ik zal nu de heer Dijkhoff citeren. Dat is een wat langere antwoord en een ingewikkeld antwoord. Dat begint met dat je niet alleen een slimme grid moet hebben, een energienetwerk hier in Nederland, maar dat moet in Europa. Want soms zijn er overschotten in Duitsland of tekorten in Frankrijk en andersom. En dan moet je heel snel met elkaar, eigenlijk regionale verbanden met elkaar kunnen wisselen. Daar moet een hele grote stap worden gezet op je energieinfrastructuur. Het tweede is dat we volop moeten gaan investeren in die groene waterstof, inderdaad. Daarvan is, of dat gaat werken, weten we nog helemaal niet zeker. En wanneer we dat vliegend kunnen krijgen, dat is wat we nodig zullen hebben om uiteindelijk ook voldoende opslagcapaciteit te hebben om de pieken op te vangen. Daar wil ik massaal en heel veel geld in stoppen. En ik mag hopen dat het groeifonds, had voor mij ook een waterstoffonds mogen zijn, om het nog kleiner te maken, volle bak inzetten op groene waterstof. En het derde, en dat vind ik het minst leuke antwoord, maar dat moet ik wel geven, is dat we in de tussentijd niet afkomen van de afhankelijkheid van gas, bijvoorbeeld van Noorwegen. Nou, dat is nog een prima land, maar in mindere mate ook nog steeds van Rusland, omdat je gascentrales nodig hebt om een baseload te hebben en pieken op te vangen. Tot slot op dit punt, meneer Dijkhoff. Het argument van de business case zal ik niet op ingaan, omdat daar zullen we volgende week uitgebreid gedocumenteerd uitleggen hoe die wel rondkrijgen is. Maar het alternatief wat de heer Klaver noemt heeft 2 problemen. Die business case is nog veel dramatischer. En groene waterstof is geen energiebron, dat is een energiedrager. Dus met 2 keer conversieverlies, zoals ingenieur Van Hagen goed uitlegde toen hij mij interrompeerde. Dat betekent dat als je op waterstof inzet, heb je nog veel meer energie nodig die je op moet wekken. En daarvan hoor ik de heer Klaver zeggen, zonne-wind met smart grids. Dus dat betekent zonne-wind voor Nederland in andere landen, want in Nederland gaat het niet passen, fysiek gewoon niet, tenzij er enorme doorbraken zijn. En gewoon dan de kernenergie kopen van andere landen die ze daar neerzetten. Ja, wees dan eerlijk dat je dus een mix hebt van zon, wind en kernenergie, maar wel afhankelijk van andere landen, omdat je het liever niet wil zien en in de buurt wil hebben. Nee, maar voorzitter, gewoon even de feiten. Wat ik fijn vind aan debatteren met de heer Dijkhoff is dat we het in ieder geval eens kunnen zijn over het algemeen over de feiten. Bijvoorbeeld Frankrijk heeft een aantal kerncentrales. Dus in onze energiemix, ook in Nederland, in heel Europa, daar zit kernenergie. Dat is waar. Ik ga niet zeggen dat dat niet waar is. En dat gaat de komende jaren ook blijven, want ik zie nog geen bewegingen om daar nu heel snel centrales te sluiten. Dat is trouwens ook niet waar ik nu voor pleit. Dus ja, de komende jaren zal ook kernenergie gewoon nog deel uitmaken van die energiemix. En als er andere landen zijn die zeggen, nou, we willen er een kerncentrale bij, want dat past in onze energiemix, dan zal dat in die Europese energiemix, zal dat daar deel van blijven uitmaken. Het enige is,
Er is geen land op dit moment bezig met het aanleggen van de kerncentrale. De UK, dat klopt. Frankrijk, het land waar kernenergie ongeveer is uitgevonden als energievoorziening. Nou, geen haar op hun hoofd die eraan denkt. Want het rekent niet rond. De heer Baudet. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik vroeg me af, de met nipte meerderheid gekozen nieuwe lijsttrekker van het CDA, Hugo de Jonge, zei in zijn campagne voor dat lijsttrekkerschap dat hij er naar uitzag dat er binnenkort ongeveer nog 1 miljoen mensen via immigratie bij moeten gaan komen in Nederland in de komende jaren. En dat die in de regio gevestigd moeten worden. Dus niet alleen in de grote steden, maar ook in de regio. Ik heb dat ook nog komen, Hugo? Op video paraat. Dus dat kunnen we ook nog zo nog even. Maar dat is natuurlijk de pro-immigratieagenda van de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Sorry voor de zekerheid. Ik ben Jesse Klaver van GroenLinks. Ja. Ik weet niet misschien dat u zich vergist. Maar... Ja, ik dacht dat ik aan het woord was eigenlijk. Ja. Ik was heel benieuwd hoe de heer Klaver daar naar kijkt. Zeker in het zicht van zijn pleidooi voor minder uitstoot van CO2. Ja, als je minder CO2 wil uitstoten als Nederland, dan is het logisch dat je zeer sceptisch bent over immigratie. Want hoe meer mensen naar Nederland komen, hoe meer mensen er dus in Nederland wonen. En dus hoe meer huizen er gebouwd worden, hoe meer auto's er zijn, hoe meer voedsel er geproduceerd moet worden, hoe meer stroom er moet zijn, enzovoorts. Allemaal dingen die CO2 uitstoten. En omdat u dat beeld in uw hoofd hebt dat slecht is, bent u dan ook tegen immigratie? De heer Klaver. Over alles wat er over Hugo de Jonge is, daar mag hij zelf een keer op antwoorden. Ik kijk er nu al naar uit. En ben ik tegen immigratie? Nee. De heer Baudet. Ziet u het probleem van alsmaar toenemende bevolkingsomvang in Nederland? We zijn nu 17,2 of 17,3 miljoen mensen. Nou, in de visie van de nieuwe lijsttrekker van het CDA wordt dat dus straks 18, 19 miljoen. Er zijn ook ramingen gemaakt van het CBS, dat bij ongewijzigd VVD-CDA open grenzenbeleid we naar 20 miljoen gaan. Dat betekent dus meer CO2-uitstoot, meer consumptie. Ziet u daar een probleem in? De heer Klaver. Ik heb toch ergens het gevoel dat er hier een Forum voor Democratie filmpje wordt geknipt. Maar goed, ik figureer daar graag in. Ik vind het bijzonder eigenlijk dat u mij daarvoor heeft uitgekozen. Als het gaat over bevolkingsomvang, laat ik daar serieus op ingaan. Want u heeft dat punt een aantal keren al eerder gemaakt. Bevolkingsomvang. Ik maak mij voor Nederland geen zorgen, om eerlijk te zijn. Sterker nog, met de vergrijzing die op komst is, denk ik dat het heel erg belangrijk is. Dat er zal migratie een belangrijk deel belangrijk zijn voor onze toekomst. Dat allereerst. Maar bevolkingsgroei wereldwijd is wel degelijk een probleem. Als je kijkt dat bijvoorbeeld de bevolking van Ethiopië gaat verdubbelen van 100 miljoen naar 200 miljoen. Dat Nigeria eind van deze eeuw 700 miljoen inwoners heeft. Hè. Dat is net zoveel straks als de Verenigde Staten en de EU bij elkaar. Daar maak ik me hele grote zorgen over. Over wat voor druk dat legt op die landen, wat voor spanningen dat met zich meebrengt. Wat het daar doet voor de voedselvoorziening. Ja, daarom ben ik bijvoorbeeld een groot voorstel van ontwikkelingshulp. En zorgen dat we inzetten op reproductieve rechten, seksuele en reproductieve rechten van vrouwen. Om ervoor te zorgen dat we de zeggenschap van mensen daar versterken. En dat we die landen helpen bij het beteugelen van de bevolkingsomvang. Want dat is, als je het hebt over waar zitten de problemen, die zitten daar. Niet in Nederland. De heer Boer. Nou ja, Nederland is wel, en ook met dit soort groeiscenario's, nog steeds een van de dichtst bevolkte landen ter wereld. Dus het is wel degelijk zo dat er verhoudingsgewijs ontzettend veel mensen in Nederland wonen. En als u het als een probleem ziet dat er CO2 wordt uitgestoten, dan zult u toch moeten onderkennen, want puur dit als beginpunt, onderkent u dat als er meer mensen in een land wonen, dus in Nederland, nou 20 miljoen, zoals de nieuwe lijsttrekker van het CDA wil, dat er dan dus ook meer consumptie zal zijn, meer industrie, meer auto's, meer voedsel, meer stroomverbruik, meer woningen enzovoort. Dus dat is toch meer CO2. Dus als je CO2 wil terugdringen, als je dat in je hoofd hebt, dat je dat wil, omdat je gelooft dat dat iets met het klimaat te maken heeft, wat natuurlijk allemaal niet zo is, maar u gelooft dat, dan is het toch... Is het toch volstrekt evident dat u ook iets moet vinden van immigratie, van bevolkingsgroei namelijk? Maar dat vind ik toch, dat heb ik zojuist gezegd. En het klopt, als er meer mensen zijn, die maken gebruik van vervoer, die moeten wonen, dat heeft allerlei consequenties, die hebben allemaal een ecologische voetafdruk. Ja, dat heeft gevolgen. Daarom vind ik juist dat we zo moeten inzetten op besparing, op het vergroenen van onze energievoorziening, om ervoor te zorgen dat de impact van de manier waarop we leven op het klimaat zo beperkt mogelijk is.
Maar u gaat niet in op mijn punt. Want u doet alsof we hier in Nederland straks een heel groot probleem hebben. Weet u wat het grootste probleem is? Hoe we gebruik maken van de ruimte. Dus ik neem aan dat u met een pleidooi komt om de hele manier waarop wij met planologie in Nederland omgaan, namelijk het plannen van waar gaan we bouwen, dat we dat weer centraliseren. Dat er weer een ouderwets ministerie van Vrom komt om ervoor te zorgen dat al die mensen die hier moeten wonen, dat we dat op een manier doen, zodat het zo min mogelijk impact heeft op het klimaat en de natuur en dat het de kwaliteit van leven vergroot. Dat is de opgave voor Nederland. Maar als we nou kijken, en daar gaat u niet op in, het grootste probleem is de bevolkingsgroei in Afrika. Ik ben het heel erg mee. En daar moet je iets, en daar zal je iets aan moeten doen. En dat betekent inzetten op ontwikkelingssamenwerking. Tot slot op dit punt, de heer Baudet. Ja, ik ben het helemaal mee eens dat er demografische inferno's op komst zijn in dat soort landen. En dat dat een groot probleem is. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk ook dat het een probleem is in Nederland. Ik denk dat er best wel heel veel mensen in Nederland wonen. Dat het behoorlijk druk en vol is. En dat het land op alle mogelijke manieren dreigt dicht te slibben. Dus ik denk dat er heel veel redenen zijn om sceptisch te zijn over alsmaar verdere bevolkingstoename. Maar ik wilde toch nog één keer proberen om dit bij u onder de aandacht te brengen. Het leven van een mens betekent CO2-uitstoot, want mensen stoten CO2 uit. Als wij uitademen, ademen wij CO2 uit. Dus wij zijn eigenlijk kleine verbrandingsmotoren. Wij doen als mensen in het klein wat een auto in het groot doet, bij wijze van spreken. Wij stoten CO2 uit. Dus als je minder van al die dingen wil waarvan u zegt, ja, dat stoot CO2, het moet allemaal minder. We moeten helemaal CO2-neutraal zijn in 2050. Nou, dan kun je er toch niet omheen dat naarmate er meer mensen naar Nederland komen door het immigratiebeleid dat u en Hugo de jongen voorstaan, dat er dan dus ook meer CO2-uitstoot zal zijn als gevolg daarvan. Dat kun je toch niet ontkennen? Dat eigenlijk voor minder interrupties. Dan hebben we minder maar, CO2-uitstoot. Kijk, ik weet niet. Kijk, het zal vast, want ik kan natuurlijk niet tippen aan het voorstellingsvermogen van de heer Baudet. Dus het zal vast aan mij liggen dat ik me volstrekt verkeerd uitdruk. Maar er is inderdaad een verband, mensen, in de manier van leven. Als er meer mensen komen, is er meer CO2-uitstoot. Dat heb ik nu al. Dank u wel. Heb ik ongeveer al 16. Dank u wel. Dat was inderdaad het punt dat ik graag bevestigd wilde zien. Heb ik ongeveer 16 keer nu al aangegeven. Dank u wel. Maar het zou fijn. Ik stel voor dat u verder gaat. Nou, voorzitter, hij heeft zojuist me volledig mogen interviewen. Ik zou graag het punt willen afmaken. Ben ik zomaar klaar? U mag het zo afmaken. Ik gun me ook mijn verzetje om het hierover te mogen hebben. Kijk. De heer Baudet heeft gelijk als het gaat over bevolkingsgroei, dat het een impact heeft op de CO2. In Nederland denk ik dat we dat met alle maatregelen die we nemen kunnen tackelen. Het grootste probleem voor een land van Nederland is landoppervlak. Is hoe we zorgen dat mensen hier fatsoenlijk kunnen wonen en zich kunnen bewegen. Dat betekent dat je nu met plannen moet komen, dat zit bijvoorbeeld in ons investeringsfonds, om de Randstad mobiel te houden. Dat betekent dat je moet investeren in openbaar vervoer. Maar de heer Baudet gaat niet op mij in als ik het heb over de grote gevolgen die er zijn in Afrika en het grote belang van ontwikkelingssamenwerking. Want daar kijkt hij vooral van weg. Dit punt is voldoende gewisseld. Ja, daar ben ik het niet over eens. Ik denk niet dat ontwikkelingshulp de manier is om de bevolkingsexplosie in Afrika te temperen. Ik denk eerder het omgekeerde. Goed. Als ze meer eten en geld hebben, gaan ze meer kinderen krijgen. Dank u wel. Ik stel voor dat u verder gaat, meneer. Het is echt feitelijk op alle mogelijke manieren onjuist. En op heel veel andere manieren ook. Voorzitter. We hebben het in de interruptiedebatten ook gehad over het wonen. En daar wilde ik nu ook op terugkomen. Ik vraag me af, ook in relatie tot duurzaamheid, waarom gaat de verhuurdersheffing niet van tafel? We moeten veel meer investeren in duurzame woningen. En in dat kader zou het ook heel goed zijn als crisismaatregel om de BTW op het duurzaam verbouwen en aanpassen van huizen en woningen en gebouwen, om die crisismaatregel weer terug te brengen. Dat deden we in de vorige crisis. Ik geloof dat toen nog Kamerlid Carola Schouten het was die hier een warm pleitbezorgster voor was. En wel meer hier in de Kamer. Het is een maatregel waarvan we echt weten dat het economisch werkt. Maar ook als het gaat om het verduurzamen van huizen. En vanochtend deed ik samen met collega Segers het voorstel om met een nationaal programma te komen. Om huizen te isoleren. En daarnaast zou ik het kabinet willen oproepen, stop de huurstijgingen. En sloopt de marktwerking uit de volkshuisvesting. En waarom houdt het kabinet zich niet aan de belofte om salarissen in de zorg te verhogen? Waarom wordt een dure belofte uit het voorjaar gebroken? Ik vind dat een motie van wantrouwen aan de mensen die werken in de zorg. Verpleegkundigen hebben zich dag en nacht uit de naad gewerkt. En we hebben allemaal, niet alleen het kabinet, maar alle partijen hier, de belofte gedaan om hen beter te waarderen. En dat ging echt over meer dan een bonus of een schouderklopje. Het ging over structurele salarisverbeteringen. En waarom zie ik dat niet terug in de begroting? Voorzitter,
De premier van het bedrijfsleven begon deze kabinetsperiode met de afschaffing van de dividendbelasting. Een cadeautje voor onze multinationals. Maar het cadeautje werd niet uitgepakt. Veel dank, maar ik hoef het niet. Dat sms de Unilever CEO aan de premier. En wij dachten eigenlijk allemaal daar in de oppositie, yes, we zijn er vanaf. Het is van tafel. Maar tot onze verbazing kreeg het bedrijfsleven een goedbon van 2 miljard voor de verlaging van de winstbelasting. Want zo gul is dit kabinet wel. En wat zien we nu? Niet de verlaging van de winstbelasting, maar een korting op de bedrijfsbelastingen. En welke vorm het ook heeft, het blijft 2 miljard lastenverlichting voor bedrijven. Het enige dat verandert is de kleur van het cadeaupapier. En als je denkt, dat kan niet gekker, jawel, dat kan het wel. Het kan nog veel gekker. Bedrijven krijgen ook nog eens een jubelfonds van 300 miljoen. Het kabinet schrijft zelf dat nog niet duidelijk is of er een probleem mee wordt opgelost. We hebben geld, maar nog geen probleem. En al die problemen die we wel hebben, daar is geen geld voor. Want het kabinet zegt tegen zorgpersoneel dat er geen geld is voor de belofte van de salarisverhoging. Het kabinet zegt tegen jongeren die wanhopig op zoek zijn naar een betaalbare woning, een belofte uit onze grondwet, meer kunnen we niet doen. En het kabinet zegt tegen de klimaatgeneratie die ons aan de belofte van Parijs wil houden, ho ho, niet te snel, voorzichtig, rustig aan. Allemaal beloftes die niet worden ingelost. Maar één belofte wel. De belofte van 2 miljard voor het grote bedrijfsleven. Het begint langzamerhand een beetje op onkruid te lijken tussen de stoeptegels. Je trekt het uit, je denkt dat je er vanaf bent, maar volgend jaar is het weer terug. Voorzitter, na 10 jaar crisismanagement is het tijd voor nieuw leiderschap. Klimaatleiderschap. In de afgelopen periode zagen we de klimaatstakers die actie voerden om de opwarming van de aarde te stoppen. We zagen door het hele land demonstraties van Black Lives Matter tegen institutioneel racisme en voor gelijkwaardigheid. We zien een nieuwe generatie opstaan die geen genoegen neemt met een systeem dat onderdrukt en de aarde uitput. En deze generatie geeft hoop. Heel veel hoop. En als deze generatie samenkomt met al die leraren en verpleegkundigen en al die mensen uit de publieke sector die vragen om nieuwe solidariteit, dan ontstaat er een beweging die niet te stoppen is. Dan krijgt de nieuwe generatie een stem, macht en invloed. Dan is het tijdperk van het economisme voorbij. Corona heeft ons geleerd hoe kwetsbaar we zijn als samenleving. Maar het heeft ons ook laten zien waar we toe in staat zijn. Want we kunnen veel. Alles is mogelijk. Dank u wel, meneer Klaver. Ik zie de heer Segers, ik zie de heer Wilders, ik zie mevrouw Ouwehands. De heer Segers. Ja. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eerst een kleine vraag over de tegenbegroting. Ook dat is kiezen in schaarste en dat snap ik, dat je ook weer niet alles kunt doen. Maar u heeft ook gesproken over jongere generatie en over de zware lasten die op hun schouders liggen. Het is een tegenbegroting van 3 partijen die hebben gezegd, nou ja, bij nader inzien, voor 2 van de 3 willen wij toch van het leenstelsel af. Ik miste dat in de tegenbegroting. Is dat wel nog steeds een wens van GroenLinks en van de andere 2 partijen die de tegenbegroting hebben ingediend? Nou, ik voel me niet geheel vrij om voor de anderen te spreken, maar ik denk dat het voor de anderen ook zo is. Voor ons in ieder geval wel. Het staat niet in deze tegenbegroting, omdat dat een hele grote systeemwijziging is, waarvan ik het niet geloofwaardig vind om die nu even voor te stellen als wijziging op deze begroting. Dat zal terugkomen in ons verkiezingsprogramma en dat zal inzet zijn voor de verkiezingen. En dat zullen we moeten regelen in een volgend kabinet. Maar we hebben daar gezegd dat we daar iets anders voor willen, voor wat er nu ligt. Dus daar, die belofte die doen we gestand. Alleen niet in de tegenbegroting zoals die hier nu ligt. De heer Segers. Zoals ik mag hopen trouwens dat u dat ook nog steeds vindt. Ja, de heer Segers. Zeker, okay. Zeker. Ja. En dat komt in ons verkiezingsprogramma. Maar het is wel een mooi antwoord op alle lastige vragen die ik nog mag krijgen. Dus als het een lastige systeemwijziging is, dan stel het nog even een jaar uit en dan komt dat later. Maar dat terzijde, maakt niet uit. Het tweede punt, het ging over het mensbeeld en dat in deze coronacrisis over hebben geleerd wat solidariteit is, hulp voor elkaar. En vaak als het dan gaat over materiële onderwerpen, dan voel ik me zeer verwant. Dan gaat het inderdaad over sociaal beleid, dan gaat het over financiën. Immaterieel is dat nog wel eens lastig. Dat vind ik wel eens lastig om dan te volgen. Maar hoe kun je dan met dat mensbeeld dit vinden? Bijvoorbeeld rond prostitutiebeleid. Want dat is bij uitstek een vorm van economisme.
Maar een ander onderwerp is een wetsvoorstel wat op tafel wordt gelegd door de fractie van D66 en dat gaat over voltooid leven. Dat gaat bij uitstek over een fase van kwetsbaarheid, waar de mensen afhankelijk zijn. Het gaat over zelfbeschikking, het gaat over hulp. Als dan juist deze tijd heeft laten zien dat omstandigheden en context zo cruciaal is en dat het zo erop aankomt dat je elkaar helpt en er voor elkaar bent. En als je daarmee ook de wens, redenen om tot zo'n wens te komen, als je die kunt wegnemen, is dit een moment voor heroverweging van de positie van GroenLinks? De heer Klaver. Kijk, en nu ga ik mijn woorden voorzichtig wegen, want ik vind dit is een bijzonder wetsvoorstel en een heel moeilijk onderwerp. Het is een medisch-ethisch onderwerp wat echt gaat over leven en dood. Mijn uitgangspunt is dat ik vind dat die keuze bij mensen zelf moet liggen. Maar laat ik iets zeggen over hoe ik vind dat dit debat politiek gevoerd zou moeten worden. Zolang ik fractievoorzitter ben van GroenLinks, zal ik niemand van mijn fractiegenoten dwingen om voor zo'n voorstel te stemmen. Ik zelf ben ervoor, laat ik het eerlijk zeggen. Maar dit is een afweging die ik vind dat ieder van de 150 Kamerleden hier voor zichzelf moet maken. En ik vind het niet passen om hier te spreken over het standpunt van GroenLinks of van D66 of van de ChristenUnie. Omdat hier hele persoonlijke... dit komt zo dichtbij. Laten we hier alsjeblieft geen partijpolitiek op bedrijven. En daarmee zal ik iemand van de ChristenUnie die hier toch voor zou willen stemmen voor zo'n voorstel... Daarom vind ik dat het een wetsvoorstel is van een individueel Kamerlid. Dat vind ik heel mooi. En ik zal iemand van de ChristenUnie het daarom nooit kwalijk nemen als die zou zeggen, ja, toch stem ik daarvoor, want dat past bij waar ik in geloof en waar ik voor sta. Zoals ik het iemand, een collega bij of collega's bij ons niet zal kwalijk nemen, als zij daarin een andere afweging maken. Oftewel, ik vind dat dit debat in alle oprechtheid en eerlijkheid moet worden gevoerd en dat ieder van ons hier in deze Kamer een individuele afweging moet maken hoe je hiermee omgaat. En ik mag hopen dat we op al dit soort dossiers op deze manier met elkaar het debat voeren. Ja, de heer Segers. Dat is de manier waarop je het debat voert en dat is heel respectvol en open. Het is ook een maatschappelijk debat en het is ook een politiek debat op inhoud. Dus niet alleen van hoe kom je uiteindelijk tot stemming, dat zullen we zien. Maar eigenlijk de brug die ik wilde slaan was wel met deze tijd, de coronatijd, waarin we zo hebben gezien dat het al het verschil maakt of je er voor elkaar bent en of je voor elkaar zorgt. Als je ziet dat juist in de crisis, toen het heel spannend was, dat de suïcidecijfers daalden, terwijl we heel bang waren dat het misschien wel eens zou kunnen stijgen. Waarom? Er was aandacht, er was zorg voor elkaar en dat deed iets met mensen. Als we dat weten, dan moet ik misschien persoonlijker maken. Want u zegt, ik spreek niet voor mijn hele fractie, omdat ik niet precies weet hoe mensen zullen stemmen. Maar is het dan voor u een punt van overweging? Om te zeggen, maar als we weten dat die omgevingsfactoren, de context zo bepalend zijn, is dat niet waar we alles op alles moeten zetten om ervoor te zorgen dat iedereen weet, er is altijd hulp voor mij, er is altijd steun voor mij. U spreekt mij aan, als ik hier gewoon als een van de 150 over spreek. Context is belangrijk. En het argument wat u altijd aandraagt in deze discussie, eenzaamheid. Mensen die het even niet meer zien zitten, die niet de steun hebben van hun omgeving. De gedachte dat mensen daarom niet meer in het leven willen staan en er een einde aan zouden willen maken. Om het even plat te zeggen, ik weet dat ik mensen daarmee tekort doe, maar dat is een verschrikkelijke gedachte en dat is het pad waar je nooit op zou willen gaan. Tegelijkertijd doen alsof dat de situatie is waarin iedereen verkeert, dat is niet waar. En daarom vind ik eigenlijk de opstelling die u heeft en collega Dijkstra, die staan wat mij betreft niet tegenover elkaar. Ik denk dat we het allebei nodig hebben. Ik denk dat wij voor een ongelofelijke opgave staan in deze samenleving om dichter bij elkaar te staan, om mensen zich niet eenzaam te laten voelen en als mensen het niet zien zitten in het leven, toch zo dichtbij te staan dat ze de energie of de vreugde weer weten te vinden, maar tegelijkertijd dat we er ook staan voor die mensen voor wie dat allemaal niet uitmaakt. En voor wel degelijk zelf kunnen beschikken over je leven de oplossing is. Dus dat is mijn antwoord op uw vraag. Ik ben het eigenlijk met u beiden eens en ik denk niet dat ik, en ik ga me niet laten dwingen in een keuze tot het een of tot het ander. Ik denk dat we het allebei ontzettend hard nodig hebben. Want als we alleen uw weg kiezen zonder dat er de optie is die mevrouw Dijkstra hier wil maken, dat zou te weinig zijn. Maar als we alleen de wet zouden hebben van mevrouw Dijkstra, maar niet doen wat u zegt, dan ben ik ook bang voor een situatie waar ik niet gelukkig mee ben en waarvan ik niet zou zeggen, dit is mijn land. Het initiatiefwetsvoorstel wordt nog behandeld in de Kamer, dus het debat komt uitgebreid terug. U was klaar, hè? Ja. Goed, sorry. De heer Wilders en dan mevrouw Ouwehand.
De heer Wilders. Voorzitter, een paar weken, misschien is het, laat het een paar maanden zijn geleden, hebben wij hier in de Tweede Kamer een racisme-debat gevoerd. Naar aanleiding van wat er in Amerika is gebeurd. De heer Klaver kan zich dat herinneren. En toen had ik het over de heer Akwasi. En toen zei ik dat de heer Akwasi, die had toen op de Dam had hij gezegd dat hij als die Zwarte Piet zou tegenkomen, dat hij hem in zijn gezicht zou trappen. Volgens mij is dat een letterlijke citaat. En toen zei de heer Klaver aan de interruptiemicrofoon, ik zie hem nog staan. Ja, maar de heer Akwasi is een woordkunstenaar. En ik zou eigenlijk aan de collega van GroenLinks willen vragen of hij nog steeds die mening heeft dat de heer Akwasi vooral een woordkunstenaar is. Ja, en ik zal zeggen waarom. Akwasi strijdt al vele jaren tegen racisme en voor gelijkwaardigheid. En als je kijkt naar wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan, dan blinkt dat vaak. Hij heeft ook foute dingen gezegd. Ik ga niet voor alles verantwoordelijkheid nemen van wat hij heeft gedaan. Maar hij heeft ook heel vaak juist de verzoenende toon gekozen. En dan gaat het mis daar op de Dam. En gelijk zie ik dat de heer Wilders er als de kippen bij is om hem daar weg te zetten. Ja, het is een woordkunstenaar en tegelijkertijd was het fout wat hij daar zei. Inmiddels heeft hij dat ook toegegeven, heeft hij daar zijn excuses voor gemaakt. Dat is meer dan wat u heeft gedaan voor alle uitspraken, waar ik ook van wal. Dus mevrouw de voorzitter, even goed om vast te stellen dat GroenLinks vindt dus een woordkunstenaar. Iemand die zegt dat hij iemand zou willen trainen om Sinterklaas te liquideren. Iemand die zegt dat mensen zouden moeten inrijden op de intocht van Sinterklaas. Iemand die zegt, kan iemand Sinterklaas dit jaar van de boot schieten? Ik leg €500 op zijn hoofd. Iemand die zegt, wat lok ik uit als ik Zwarte Piet vermoord? Iemand die zegt, Zwarte Piet moet dood. Iemand die zegt, gaat iemand nou nog Zwarte Piet neerknallen? Ja. Of wie zit dat? En iemand die zegt, elke dag als ik wachten word, sla ik een kruis en ik zeg, fire, burn, Zwarte Piet. En dat, mevrouw de voorzitter, noemt GroenLinks een woordkunstenaar. En daarvan zegt GroenLinks dat het geweldig is dat die niet wordt vervolgd. Ik neem aan dat u dan ook de logische consequentie is dat die deze criminele, extremistische, totale gek, want dat is Akwasi, een totale gestoorde gek. Als je Sinterklaas neer wil schieten, als je mensen wil vermoorden, als je mensen wil laten executeren, dan ben je een crimineel en een totale gestoorde gek. U noemde een woordkunstenaar, zegt meer over u dan over mij, maar vindt u dan ook dat het terecht is dat hij niet wordt vervolgd door het OM? Drie zaken. De heer Klaver. Allereerst, we hadden ooit een traditie om niet mensen aan te vallen hier in de Kamer die zichzelf niet kunnen verdedigen. Was een mooie traditie. Ten tweede, achter deze tweet sta ik natuurlijk niet. Ik vind het walgelijk. Ik heb daar helemaal niks mee. Maar om daarmee iemand weg te zetten, om op basis van deze tweet iemand te definiëren in wat hij is, daar ga ik ook niet in mee. Dus is dat uw antwoord? Is dat het beste wat u in huis heeft? Ik stel een vraag over Marokkanen en die noemen een... Ik was aan de beurt. Is dat wat u in huis heeft? Ik was nog niet klaar. Ik zou drie punten maken. U vroeg ook nog aan mij, dat was misschien wat politiek het meest relevante, of ik blij ben dat hij niet vervolgd wordt. Ik heb daar geen mening over. Ik ga namelijk er niet over of mensen wel of niet vervolgd moeten worden. Dat is een keuze die is aan het OM. En ze zouden de verstandig gaan doen hier in de Kamer om daar niet met z'n allen opvattingen over te hebben. Het OM maakt de keuze, gaan we over tot vervolging of niet. Als mensen er niet mee eens zijn, dan kan je een artikel 12 procedure starten. Is ook niet aan mij. Dus ik heb geen opvatting of hij wel of niet veroordeeld wordt. Of die wel of geen boete krijgt. Dat is aan het OM. En dat, meneer Wilders, is de rechtsstaat. Dat is soms vervelend, want soms zou je ergens over willen uitspreken. Maar als politici doen we dat niet. In ieder geval, ik niet, u wel. De heer Wilders. Is dat nou werkelijk uw antwoord? Ik dacht, daar komt nog iets bij aan. Is dat nou werkelijk het beste waar GroenLinks mee kan komen? Ik, een collega van u, stelde een vraag over Marokkanen en u noemt mij net een racist. En u zegt van, goed dat hij voor de rechter is gekomen, dus de rechtsstaat. En dan heb je hier heb je een Akwasi. En dan heb je hier, ik ben nu aan de beurt. En dan heb je hier een Akwasi die zegt bijna vermoord Zwarte Piet. Schiet hem van de boot af. €500 voor degene die hem executeert. En dan is het in één keer van, het is aan het OM. Hypocriet dat u bent. U bent de grootste hypocriet die hier rondloopt. Hoe kunt u dat eens maar zeggen? En u weet ook dat die Akwasi, dat die niet wordt vervolgd. Omdat de officier van justitie, mag ik u dan vragen wat u daarvan vindt. Dat de officier van justitie die het besluit nam om hem niet te vervolgen, jarenlang, inclusief het moment op 1 juli dat Akwasi die uitspraak deed, met hem samen in het bestuur zat van een anti-racisme club in Amsterdam.
Dat is toch dikke, vette corruptie? Dat is toch smerige spelletjes? Dat is toch klassejustitie? Op 1 juli. Op 1 juli, toen de heer Akwasi de uitspraak deed van ik trap, als ik hem tegenkom, trap ik Sint of Zwarte Piet in zijn gezicht. Een dikke oproep tot geweld. Toen zat een vriend van hem, van Kick-Out Zwarte Piet, die vriend van hem, van Kick-Out Zwarte Piet, waarvoor hij is opgetreden, die zat samen met die officier van justitie in het discriminatiebureau van Amsterdam. En daarom werd hij niet vervolgd. Dat stinkt toch? Het zijn wel uw vriendjes allemaal van die antidiscriminatie linkse marxistische clubs. Maar dat stinkt toch, meneer Klaver? U moet toch op zijn minst zeggen dat dat niet deugt? Voorzitter, meneer Klaver. Ik mag hopen, in alle eerlijkheid, dat antiracisme niet een links ding is. Toch? U zegt, ik ben ook tegen racisme en discriminatie. Gelukkig, dat is een universeel mensenrecht, daar moeten we met z'n allen voor zijn. He, dus eigenlijk zou ik is even wachten totdat u in het bestuur gaat zitten van een meldpunt discriminatie. Want het is een gezamenlijke strijd die we met elkaar moeten voeren. Dus stop er alsjeblieft mee met dat wegzetten als dat is een linkse hobby. Want dat zegt veel meer over u. Racisme is geen linkse hobby, dat is een mensenrecht dat we met z'n allen moeten verdedigen. Om dat te voorkomen. En u zegt... Dus omdat u vraagt mij nu te oordelen over waarom een officier van justitie tot een oordeel is gekomen. Dat kan ik niet. Het is ook helemaal niet mijn rol of mijn plaats om te gaan fantaseren met wie ze in het bestuur heeft gezeten, waar het dan over is gesproken of hoe die relaties lopen. Dat is aan het OM. En dan nog één ding. U zegt tegen mij dat ik zeg het is terecht dat u bent veroordeeld. Ik heb helemaal niet gezegd dat het terecht is dat u bent veroordeeld. Dat is namelijk de hele kern, meneer Wilders. Daar ga ik niet over, daar gaat niemand hier over. Dat is aan het OM om dat te bepalen. Als een rechter een uitspraak doet, dan is dat aan de rechter, niet aan ons. En zo houden wij al een hele tijd onze samenleving gezond. Ik ben er trots op, als ik in het buitenland kom, om te kunnen vertellen dat ik met u hier in het parlement zit. Ja, dat kan in Nederland. Ik walg van uw ideeën, ik ben het er niet mee eens. Maar we delen in ieder geval een opvatting over rechtsstaat en democratie. En als u hier dan staat te betogen, te fulmineren tegen die rechtsstaat, zegt dat officieren van justitie niet deugen, niet te vertrouwen zijn, dat rechters corrupt zijn, dan maakt u meer kapot dan u lief is. Want u zegt daarmee tegen de rest van de samenleving, zie je wel, er is sprake van klassejustitie, jullie worden anders behandeld, je hoeft je er niet aan te houden als de politie je een aanwijzing geeft, als het OM iets zegt of als de rechter een uitspraak doet. Dat zijn basisprincipes van onze rechtsstaat. En u gooit ze weg vandaag met een gemak. Pas op met wat u weggooit, zeg ik. Pas op met wat u weggooit. Tot slot, de heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, de collega van GroenLinks, de Klaver, draait er weer omheen. Hij draait er weer omheen. Komt allemaal verhalen over wat ik gezegd zou hebben. Het gaat er nu over wat de heer Akwasi heeft gezegd. Die u een paar maanden geleden ook nu nog steeds een woordkunstenaar noemt. Een woordkunstenaar. Het is toch te walgelijk voor woorden. De man heeft, ze wil mensen vermoorden, wil mensen executeren, wil een prijs op iemand zijn hoofd zetten. En dan zegt u, heel gemakkelijk, nou ja, ik ben het er niet mee eens, maar ik blijf toch bij, het is een woordkunstenaar. Dat is toch te ziek voor woorden. En dan zeg ik u dat die man, die crimineel, die gestoorde gek, want dat is het, dat die Sinterklaas wil vermoorden en de prijs op zijn hoofd wil zetten, dat die niet wordt vervolgd omdat een vriendje van hem in het bestuur zat met de officier van justitie. En dan zegt u in één keer, ik ga er niet over. Dan weet u wie de rechtsstaat kapot maakt. Weet u hoe het vertrouwen van de Nederlanders in de rechtsstaat wordt afgebrokkeld. Dat gebeurt door politici als u, die een crimineel een woordkunstenaar noemen, die een ogen sluiten voor handjeklap in een bestuur van een discriminatiebureau waar zijn vriendje met de officier zit. U, de vertegenwoordiger van GroenLinks, maakt de rechtsstaat kapot. Voorzitter, Klaver. U wordt veroordeeld. Ik noem u, heb ik nooit gedaan, ga ik nu ook niet doen. Ik noem u geen crimineel, u blijft nog steeds een politicus. Ondanks wat u heeft gedaan. U blijft een politicus en dat geldt voor meer mensen. En wat u nu doet, naar mij zeggen, er is geen veel. Weet je wat ik nou zo lastig vind, meneer Wilders? Het lastige van u is eigenlijk altijd dat iets is pas waar als u gelijk krijgt. He, de rechter, die kan, eigenlijk was er maar één uitkomst goed geweest van de rechter en dat is dat hij u gelijk had gegeven. Zo werkt het niet. De rechter maakt een afweging op basis van de wet en regelgeving die we hebben. En dat kunt u niet leuk vinden, maar dat is wel hoe het hier gaat. U heeft één ding voor op al die andere mensen die het gevoel hebben dat de rechter niet goed met hun zaak is omgegaan. We kunnen hier wetten maken. U kunt dingen veranderen. Doe uw werk. Mevrouw Alhand. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, GroenLinks heeft vandaag verschillende plannen gepresenteerd met de ChristenUnie en met D66. Hartstikke goed. Ik waardeer die poging tot samenwerking. Ik zou ook willen zeggen, kijk naar het vuurwerkverbod dat we samen hebben ingedeeld. Hartstikke goed.
Maar soms gaat het mis. En mijn vraag gaat waar het misgaat. Over de nertsen. GroenLinks heeft samen met het CDA gevraagd aan het kabinet om een aantrekkelijke stoppersregeling. Eerlijk is eerlijk, GroenLinks heeft uiteindelijk ook de motie van de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid gesteund. Die zegt, ja, maar je moet op basis van de volksgezondheid die fok gewoon stilleggen. En dan hoef je dus niet zo ruimte te compenseren. Kan het gewoon net zoals voor die andere ondernemers. Dus GroenLinks heeft allebei de plannen gesteund. Maar nu zien we toch dat het kabinet gebruik maakt van, allebei de moties zijn aangenomen, van dat dubbele signaal vanuit de Kamer. En de samenleving is heel boos. Waarom moeten al die nertshouders een miljoen, terwijl andere ondernemers niks krijgen? Dus mijn vraag is, is GroenLinks bereid om samen met de Partij voor de Dieren dat gevecht nu met het kabinet aan te gaan en te zeggen, nou ja, dat samenwerken met het CDA, dat is ons in dit geval gewoon eigenlijk niet zo heel goed bevallen. De heer Klaver. Ik stond op het punt te zeggen 100%, maar nu u dat zegt, ben ik het daar niet mee eens. Omdat ik, u weet hoe stevig ik sta, zeker tegenover Farmers Defence Force, maar eigenlijk heel veel belangenorganisaties uit die boerenwereld en hoe ik het vaak daar niet mee eens ben. Waarom we hebben samengewerkt met het CDA is dat ik ook juist in deze belangrijke tijden belangrijk vind om bruggen te blijven slaan. En als je bedrijven zegt dat je ze gaat sluiten, vind ik het niet onredelijk als daar een compensatie tegenover staat. Dat vond ik toen we deze motie indienden, en dat vind ik nu nog steeds niet. Het punt is een andere, namelijk, ik heb nu gezien wat ze ervoor willen uittrekken. Dat vind ik wel iets te gortig. En in die zin heb ik geen spijt van de samenwerking. Maar als het signaal is geweest, het is bijna 5 december, komt eraan, deel maar uit. Dat klopt niet. Ik vind dat je in alle redelijkheid moet je afspraken maken. Dit zijn gewoon ondernemers, ook zij hebben risico genomen. Dubbele signalen vanuit de overheid voortdurend geweest. Dat vind ik het moeilijkste bij boeren. Die hebben voortdurend dubbele signalen gehad. Deze netse fokken zeker. Dus dat we daar een regeling van maken, daar ben ik voor. Maar die kan een stuk soberder dan dat het nu is. Mevrouw Ouwehand. Ja, mooi, dat hoopte ik al, hè, want we zitten er samen hetzelfde in. Maar zeker nu blijkt dat de besmettingen die nertsen dan ook weer veroorzaakt hebben, echt nog erger zijn dan de gezinssituaties waarvan het kabinet dan zegt, ho ho mensen, geen feestjes meer thuis, want dat kan de volksgezondheid niet leiden. Dan moet het kabinet nu echt kiezen voor de route van de volksgezondheid voorop. Ja. Op basis daarvan leg je die fok stil. Zeker, dan kan je wat compenseren, doen we bij andere ondernemers ook. Maar niet die miljoenenbondbonus. Okay, maar voorzitter, daar ben ik het heel erg mee eens. Maar tegelijkertijd hoop ik, en ook ik zou het eigenlijk fantastisch vinden om tot een keer en met de Partij voor de Dieren en met het CDA te kunnen doen. Ik zie enthousiasme bij de heer Heerma. Ik denk dat we er ook in moeten slagen, hoe stevig dit debat ook lijkt, om daar toch proberen voortdurend te overbruggen. En in ieder geval ook in alle eerlijkheid en met open vizier naar die boeren te opereren. Als we een keer met z'n drieën kunnen samenwerken, dat zou ik helemaal mooi vinden. Nou, dat is een mooie afsluiting. Wachten op de dag dat het CDA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren elkaar vinden. En ik denk dat dan alle problemen in Nederland zijn opgelost. Kijk eens aan. Dank u wel. Amen, zou ik willen zeggen. Dank u wel, meneer Klaver.